Wat moet je doen en laten als je gezonder wilt worden? Dit is de Universiteit van Nederland. We gaan een quiz doen. En ik ga een dieetquiz met jullie doen. Wie kent de meeste diëten? En dat gaan we in actieve vorm doen. We gaan allemaal even staan. Hè? Zitten is het nieuwe roken. We gaan het als volgt doen. Ik noem steeds een dieet. En we gaan eerst met de makkelijke variant beginnen. Als je het dieet kent, je kent het van naam, en je hebt je ooit proberen te verdiepen. Dus je weet, je hoeft het niet te kunnen reproduceren aan je buurvrouw of buurman, dat moet straks. Je hoeft alleen maar te zeggen van, ah, dat is ongeveer dat. Even naar eer en geweten, dan mag je blijven staan. Als je het niet kent, moet je gaan zitten. Ja? Dan begin maar makkelijk. Weight Watchers. Staan allemaal nog, hè? Sonja Bakker. Weten we allemaal? Staan we, oh, goed publiek hier. Atkins. Eerlijk zijn, hè? Kunnen we dat ongeveer? Ja, kijk, er gaan een paar mensen zitten. Slank met dokter Frank. Ja. Het vastendieet van Michael Mosley. Ja, kijk eens even. Nou, we gaan naar het slagveld. Oké. Kijk, nu hebben we echt diehards, hè? De echte goeroes hier. Dan gaan we het moeilijker maken. De mensen die nu nog staan, hè, die mogen alleen blijven staan als ze niet alleen gehoord hebben van dieet, maar ook in principe in staat zouden zijn om het een paar woorden uit te leggen, dat hoef je niet echt te doen, maar uit te leggen hoe dat dieet ongeveer gaat. Het oerdieet of het paleo-dieet. Ah, kijk, er staan nog steeds een paar. Het sherry-dieet voor de ouderen onder ons. Oh, nou, er zijn nog een paar. Het weg met de weegschaal-dieet. Ah, er zijn een paar mensen. Ja, er gaan er, ah, er staat nog. Eigenlijk staat u alleen nog. Ja, u staat zittend. Ja, dan heeft u gewoon gewonnen. Gefeliciteerd. De echte deskundige. Nou, diëten zijn de talloze. En die gaat het over diëten. Maar er zijn ook heel veel boeken over lifestyle. Neem bijvoorbeeld de voedselpyramide. Afgelopen jaar was een enorme bestseller. En dat laat zien dat er ook heel veel onduidelijk is. Want als er niet zoveel goeroes waren, niet zoveel meningen, dan zou het waarschijnlijk veel simpeler zijn. Dus dat heeft wel met elkaar te maken. Ik vind het ook eigenlijk heel knap dat mensen precies weten wat je moet doen. En niet alle wetenschappers zeggen dat. Ik ben het ook niet eens met sommige collega's van mij. Ik zeg altijd van, ja, ik ben wetenschapper, dus ik weet het niet. Ik weet een heleboel dingen niet. En ik ben wel geïnteresseerd in diëten. En ik zie dat in sommige diëten ook wel hele interessante dingen zitten. Dus ik zeg ook niet a priori dat sommige van die lifestyle-adviezen onzin zijn. En ik heb ook eerder de neiging, en daar ga ik het straks over hebben, dat we moeten kijken van, ja, wat is nou het gemeenschappelijke, in plaats van dat we alleen maar goeroes moeten hebben. Ik wil eerst eens een filmpje aan u laten zien. En dat filmpje gaat over echte boter. Het is een filmpje uit 1973. Landgenoten. Jullie eten te veel. Daar word je dik van. Geen gezicht. Als jullie het gezond gingen eten. Dus minder. Minder. Maar wel lekker. Ja, ik ken hem nog. Maar ik ben de ouderen onder ons kennen hem nog. Hè? Er zitten twee interessante dingen in. Allereerst de boodschap, hè? Ja, wij maken altijd grapjes. Minder, maar wel lekker. Daar kun je alles voor invullen. Maar toen begon boter een beetje in het kwaad daglicht te komen. En inmiddels weten we, ja, eigenlijk is er misschien wel helemaal niks zo mis met dat boter. En dan zeggen mensen, zie je wel, die stomme voedingswetenschappers, ze weten niet. Hè? Ze hebben ons de hele tijd voor het lapje gehouden. Ze hebben steeds gezegd dat vet zo slecht is en verzadigd vet. En misschien is het niet zo slecht. Ja, dat toont ook aan. Voeding is een hele moeilijke wetenschap. Het is ook heel lastig om dat te voorspellen. En daar moeten we op een gegeven moment ook constateren dat er dingen veranderen. En de dingen die bijvoorbeeld ook cholesterol misschien wel, hè, het eten althans van cholesterol, eieren bijvoorbeeld, dat dacht men een paar jaar geleden ook van het heel slecht en nu mocht het weer. Dus wat het ook laat zien, minder eten, maar wel lekker.
En ik denk, als we ooit iets willen doen aan leefstijl, en als we ooit iets willen doen aan gedragsverandering, moeten we vooral lekker blijven eten. Want we zijn als mensen, ja, wij zijn gemaakt, we zijn beloond om lekker te eten. Dus vreselijke diëten, calorieën tellen en dat soort dingen, moeten we gewoon niet doen. Waar ik ook persoonlijk wel eens wat moeite mee heb, zijn de anti-bewegingen. Ik heb hier brood, maar brood mag eigenlijk niet meer. Want er zijn mensen die denken dat gluten heel slecht zijn. Er zijn natuurlijk mensen met celiakie voor wie gluten inderdaad heel slecht is. Maar ik denk persoonlijk niet dat brood heel slecht is. Maar dat zijn van die one-liners, brood is slecht, mag niet meer. Melk zit ook in het verdomme hoekje. Ja? Melk is slecht. Kijk, ik zeg ook wel, word niet betaald door de melkindustrie. Ik zeg van, nou, je hebt melk misschien niet nodig, dus als je melk niet wilt drinken, moet je het vooral niet doen. Maar nou te zeggen, ja, melk is slecht en daar komt het door. Of brood is slecht, daar komt het door. Ja, dat moeten we volgens mij niet willen, want dat, volgens mij is dat ook niet het geval. Daar zit vaak heel veel emotie achter, zit heel vaak politiek in, anti of pro. Natuurlijk hebben we een melklobby, natuurlijk hebben we een anti-melklobby, maar laten we daar ons vooral niet door leiden. Waarom weten we nou zoveel nog niet? Nou, dat komt omdat dat voedingsonderzoek echt heel lastig is. Want als je wil weten wat effecten zijn van voedingsmiddelen, zou je dat moeten onderzoeken gedurende hele lange termijnen. En eigenlijk zou je dat steeds in een interventiestudie moeten doen. Dan zou je dus bepaalde mensen voedingsmiddelen moeten geven en anderen niet. Maar dat zou je met broccoli nog wel kunnen doen. Dus ze zeggen van nou, de ene groep eet elke week 2 van deze stukken broccoli en de andere groep niet. En ja, dan moet je ook helaas constateren dat broccoli, er zitten allerlei interessante stoffen in. Ik zeg zeker, broccoli is een interessant product, er zitten heel veel leuke dingen in. Maar dat werkt niet zo heel hard, dat duurt jaren. Misschien, er zijn best wel interessante data uit cellen, uit proefdieren, beschermt broccoli tegen kanker. Maar hoe lang moet jouw onderzoek duren om aan te tonen dat 2 struikjes broccoli versus placebo beschermt tegen kanker? Dat is niet te doen. Want voeding werkt subtiel en langzaam. En wat het ook nog is, dat we al die gegevens moeten integreren. Want ja, je eet dan misschien, dan zit je wel in de broccoli-groep. Hè? Maar ondertussen eet je ook iets wat misschien, nou, roomboot is niet meer gewoon, maar eet je misschien ook wel friet. Dus dan moet je ontzettend veel. Dus het is vreselijk lastig. Heel veel data, en dat is ook wat veel van die voedingsgoeroes doen, die mengen rijp en groen door elkaar. Dus die zeggen van ja, maar uit rattenstudies is gebleken en dat extrapoleren we dan aan de mens. Of uit cellenstudies. Nou, wij doen ook heel veel rattenstudies, nou niet zoveel meer tegenwoordig, veel cellenstudies. Maar ja, het is heel boeiend, het levert kennis op. Maar of dat nou iets zegt over wat het uiteindelijk met jou doet, is dat heel lastig. Dus ik vind dat we vooral zouden moeten kijken waar we het wel over eens zijn. En dat zijn best wel veel dingen. Allereerst, ik denk dat het goed is om niet te zwaar te worden. Dat heb ik al in 2 eerdere colleges verteld. We moeten ons gewicht in de gaten houden. Zwaar worden is een risicofactor. Ik denk dat we heel goed moeten letten op ons zout. Ik denk dat we heel goed letten op ons vocht. En wat ook wel steeds belangrijker lijkt te worden, wij moeten veel meer planten eten. Daar, als je alle diëten kijkt, alle diëten die er zijn, alle effecten, dan zie je een aantal gemeenschappelijke elementen. En dat is groente, groente, groente. Groente en fruit, nou misschien fruit ook wel, maar groente, waarom groente? Het is laag calorisch. Het heeft een hoge nutriëntdichtheid, tenminste. Het heeft mineralen, het vitamine, het heeft weinig energie. Het heeft vezels. Het is low, slow. Je kan er veel van eten. Het is gezond. Het leidt inderdaad tot minder risico's. Dus meer planten eten zijn we het wel over eens. Vis en vlees, gezond, maar vleeswaren misschien minder. Dat maakt me niet populair bij de vleeswarenindustrie, maar vanwege zout en vanwege suiker. En waar we op dit moment heel erg mee bezig zijn, is met suiker. En dan zullen we zeggen, ja zie, want er is weer zo'n golfbeweging in de voeding. Eerst was vet slecht, hebben we alle vet eruit gehaald en nu is suiker slecht. Ja, dat is inderdaad, ik kan er ook niet zoveel aan doen, maar het is helaas wel het geval. Maar wat heeft men gedaan? Men heeft de hele tijd gefocust op dat vet. Alles moest mager, vetarm, vetarm, vetarm. En men heeft heel veel dingen vervangen door dingen met suiker. En daar is ook een filmpje over gemaakt. Dead Sugar Film. Nou, het is wel, daar moet ik altijd bij zeggen, het is wel zo'n N-1 studie. Dus iemand heeft dat zelf gedaan, hè? Alleen op zichzelf. Maar het is wel een film die ze tot nadenken aanzet. Wat heeft deze meneer gedaan, die film heeft gemaakt? Die heeft
gedurende een aantal weken, ik heb de film zelf maar volgens mij een maand, maar dat weet ik niet helemaal zeker, heeft hij producten gegeten die bekend staan als gezond. Het is niet, hè, zoals bijvoorbeeld, je had ook die Super Size Me, een meneer ging een maand lang McDonald's eten. Dan weet je gewoon, nou, dat is niet gezond. Maar hij heeft producten gekozen die op zich niet bekend staan als ongezond. Zoals bijvoorbeeld gesuikerde yoghurt, allerlei dingen met suiker erin. En na een maand werd hij toch wel meetbaar ongezonder. Hij had last van zijn lever, hij kwam aan. Hè, en de moraal van het verhaal is dat suiker, er zit heel veel verborgen suiker op dit moment in onze voedingsproducten. En er wordt steeds meer een pleidooi gehouden van, ja jongens, die bewerkte producten met al die suiker, daar moeten we kritisch op zijn. En op dit moment zijn we ook zover te zeggen van, nou, probeer je bewerkte voedsel te reduceren. Ga terug naar groenten, ga terug naar de basis en haal niet te veel dingen uit die pakjes. Want denk aan pindakaas met suiker, roggebrood met suiker, tomatenketchup met suiker. He, ontbijtkoek had ook zo'n goed imago. Daar zat geen vet in. Dus ooit heeft zelfs op een pakje drop gestaan, bevat geen vet. Ja, er heeft nooit vet in drop gezeten. Nou, met olie dus. Wat ik ook wil zeggen als ik het over lifestyle heb, denk niet alleen aan voeding. Hè. Heel veel die focus op die voeding, maar voeding staat niet op zichzelf. Denk aan reductie van stress, hou je stress in de gaten. Meer slapen is zo belangrijk. Er zijn allerlei studies die dat nu wel bevestigen, daar is eigenlijk geen twijfel meer over. Allereerst, als je voldoende slaap hebt, ga je minder eten. Maar los daarvan lijkt voldoende slaap ook te beschermen tegen het optreden van diabetes bijvoorbeeld. Dus slapen heel belangrijk. En dan bewegen. Ja, bewegen, bewegen, bewegen. Hè. Zitten is het nieuwe roken. Er zit wel wat in. Hè, wij moeten meer bewegen. Nou, wat kan je doen? Nou, heel belangrijk is van je omgeving. Zorg, hè, dat je dat je niet onnodig blootgesteld wordt aan verleidingen. Coach elkaar. Blijf lekker eten. Heel belangrijk. Ga geen calorieën tellen. Ga niet op dieet. Dus wat zou je kunnen doen en wat zouden we kunnen verwachten? Nou, ik denk al van het doen en laten op zich zonder begeleiding is lastig. Dus ik denk dat het om het totaal kijkt, dat we heel goed op onze omgeving moeten. We zijn op dit moment ook in gesprek met een niet met name genoemde grote supermarkt, waar we ook proberen om het management van de supermarkt te zeggen van, goh, jongens, jullie zijn niet verantwoordelijk voor het probleem, maar jullie hebben wel een verantwoordelijkheid bij het komen tot een oplossing. Dus er is nu een groep mensen die zijn op een dieet, ja, noem ik het toch maar dieet, met heel veel groenten, geen onbewerkt voedsel, uit hun eigen supermarkt. Dat is heel interessant. Daarnaast verwacht ik heel veel van e-health en coachingprogramma's. Daar zit natuurlijk wel heel veel technologisch interessante ontwikkeling. We kunnen steeds meer meten. En een van die problemen dus met die effecten van, ja, dan heb je weer die broccoli. Hè? Als ik een broccoli eet, geeft hij een heel klein beetje effect. En als u een broccoli eet, dan geeft hij een heel klein beetje effect, maar net een ander effect. Nou, dankzij de technologie zijn we steeds beter in staat om dingen te meten, om continu te meten. Dat heet big data, heet het wel. En we kunnen steeds beter die data integreren. Dus ik verwacht dat we daar in de toekomst veel meer informatie uit kunnen halen. En die informatie ook beter kunnen terugkoppelen. Dat zie je nu ook met andere lifestyle-programma's voor hart- en bloedvaten. Waar mensen echt via e-mail gewoon continu feedback krijgen. En dat kan je dan ook doen aan de hand van metingen. Nou, wat ik verwacht in de toekomst is dat wij steeds meer en steeds beter kunnen meten hoe het met je gaat. Dus markers voor gezondheid. En hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door continu dingen te meten. Dus straks zit er in je toilet een sensor. Straks wordt je adem geanalyseerd via je mobiele telefoon. En wat we nu al hebben, is dat 's nachts bij mensen in de onderbroek sensoren zitten. Die, ja, het klinkt wat vies, je lichaamsvloeistoffen kunnen meten. Klinkt wel, je zweet. Je zweet via je sokken. En dat geven allemaal indicatoren hoe goed het met je gaat. En door het gebruiken van al die data, al die big data, krijgen we steeds meer inzicht hoe voeding uiteindelijk werkt. En daarmee hopen we uiteindelijk ook steeds meer te kunnen doen als het gaat om lifestyle.